It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Jullie zijn daar gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag woensdag 25 september en we leven om 2:03 en het is nog maar 16 graden. Ja. En het is vandaag 16 jaar geleden dat ik met mijn geliefde man het huwelijksbootje waren ingegaan. Ja, we zijn alweer 16 jaar getrouwd, als het ware. Alleenig, mijn mannetje is er niet meer. Want die is ook tevens vandaag 7 jaar en 7 maanden bij me weg. In de hemel. Dat doet pijn, dat doet verdriet. Ja. Maar we gaan wel vrolijk door. Ik ben ook heel erg blij, want ik heb een telefoontje gehad van iemand die jullie ook wel kunnen als je helemaal naar beneden scrollen. Een oudere dame, een lieve dame met grijs haar. Die is wel, ja, zilvergrijs is ze. Ik ben wit, zeggen ze bij de kapper tenminste. Ik weet niet. Zij is wat donkerder dan dat ik ben qua, ja, dat. Ze had anders willen komen vandaag. Ik dacht dat je geen auto meer had. Ja, ik heb wel weer een autootje, want zonder autootje, ja, dat is eigenlijk ook niks. Maar ze heeft nou een automaat en daar moet ze nog aan wennen. Maar ze is ook niet in orde. En hoe komt dat? Ja, ik denk dat jullie het al raden. Ja. Ze is weer gevaccineerd. Ik heb maar niks gezegd. Ik denk, lieve schat, toch? Waarom nou toch? Waarom ben jij in al die tijd nog niet wakker geworden? Ik denk, hou mijn mond maar, breek me de bek maar niet open, want ik vind het zo erg dat ze er weer laten vaccineren. Terwijl ze de vorige keer ook zo heel erg ziek is geweest. En nou is ze weer niet in orde. Dus ja, gaat ze nou weer ziek worden of is het één dag of weet ik veel wat, weet je. Dus ja, erg bizar allemaal. Maar in ieder geval, ik sta vandaag stil bij mijn mannetje ook. Maar ook ga ik eventjes naar de andere kant van de helder kijken. Of tenminste, ik hoop dat het droog blijft. Eventjes die heksenbezems zien te bemachtigen. Ja, dat is de bedoeling, want we lopen weer tegen Halloween aan. En dan moet ik ze wel hebben, hè. Ja. Maar ik ga eerst de meisjes even uitlaten. En ik doe wel mijn warme jas aan met een vest eronder, want het is maar 16 graden. Ja, wat is 16 graden? En het waait ook. Ik hoorde het vannacht al loeien. Ik denk, nou, gaat weer tekeer, want ik kon vannacht niet slapen, al was het nog zo. En die zwaartegewichtdeken die ik op bed heb, overdwars, die kruipt omhoog. Dus dat blijft niet leggen. Dus die moet er maar weer af en die moet er maar TZT op de logeerbed. Ja, komt die daar erbij op, ook lekker. Maar ik moet dan, als die er zijn, een tweepersoons hebben. Want dit gaat gewoon niet. Tenminste, twee persoons. Ik mag al een litimo hebben. Nou, wat denk je wat die kost? Nee, dan gaat het hem niet worden. Nee. Maar ja, dan gaat hij naar het eenpersoonsbed toe. Ja, lekker. Komt goed. Maar ik ga nou dus met de meisjes even lopen. En ik heb deze jurk weer aan. Die is ook mooi, ja. Ja, echt wel. En dit helemaal geborduurd. Bovenlijfje. Echt heel mooi. Maar in ieder geval,
We gaan er van tussen, hè, lievertjes? Nou ja, moet je Rijker nou zien zitten. Hé, ben je een beetje zielig doen? Jullie hebben buiten al gepoeperd ook, heb ik gezien. Dus zoveel haast hebben jullie niet eens, nee. Maar ja, doet er niet toe, dat moet ik ook dus opruimen. Maar dat komt wel, ja. Als het maar niet gaat regenen, vind ik alles best. Ja, dat dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles, maar geniet ook gewoon weer een beetje mee. Tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis met de meisjes en ik ga nou de hort op naar Kitty's heksketel. Ik had jullie mee willen nemen, maar ze beloven daar uit de hemel vandaan, of harp, regen. Ik wil voor dat thuis wezen. Dus we gaan er gauw van door en dan laat ik jullie gewoon ook thuis. Ja. Ik neem jullie niet mee de regen in. Nee, doen we maar niet. Want ik heb net ook even een paar spatjes gevoeld. Ik denk, nou, blijf nou alsjeblieft weg. Ik wil het nog niet hebben. Nee. Dus nou is het ook wel weer even droog. Dus we gaan er gewoon voor. En ik ga gewoon heen en terug. Zo simpel. Ja, oké, ik hoop dat ik de foam maar nog redden kan voor die tijd. Want ik moet koekjes hebben voor die meiden. En ik moest nog wat hebben. Brood moet ik hebben en eieren moet ik hebben. Dat moest ik hebben. Ja, dus we gaan ervoor met die banaan. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dingen. En geniet een beetje mee. Tot later! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. En zoals jullie zien, heb ik een kraai gekocht. Karel genaamd. Ja, hij heet Karel, hè? Ja. Helaas geen twee bezempjes te vinden, want ze heeft ze geprobeerd te bestellen, maar ze zijn niet meer te krijgen, hè? Maar ze gaat zondag nog ergens naartoe en dan hoopt ze dat ze daar kan krijgen, althans, moet ook kopen. En dan zal ik haar andere week even bellen, want ik heb nou haar kaartje gekregen waar haar telefoonnummer op staat. Dus ja, dat komt helemaal goed, hè Karel? Ja, anders moeten we het met de oude bezems doen, hè? Ja, kan er ook niks aan doen. Ja. Maar ik heb onderstond ook een hele grote bezem achter de deur. Daar kon ik niet bij komen, maar ik kon wel zien door het raam heen. Dat zit allemaal met ijzerdraad vast, maar allemaal takken, echt dikkere takken ook zo. Maar dat is veel te groot voor mijn booster, dat gaat het hem niet worden. Nee. Nee ja, nee. Dat gaat het hem niet worden. Nee. De meisjes hebben al kennis gemaakt met Karel en Karel met de meisjes en ook met Kandalwalden net. Dus komt helemaal goed, hè? Ja. Zeg maar ja. Maar dat kan die nog niet, hij moet nog leren. Hé, ja. Zo is dat. Maar in ieder geval, je gaat nou even op mijn bureau zitten, ja? Ik zal je helpen. Hoppa. Zo, poten goed. Zo, dus ja, die ga ik op mijn hoed vastmaken. Alle gekheid op een stokje, die komt, tenminste, probeer ik zo op de rand van mijn hoed, weet je wel. Kijk of dat wil. Ja, en ik had ook vandaag de heksenspullen, tenminste de Halloween spullen, naar beneden willen halen, maar... Ik moet de boodschappen nog opruimen. Ik heb eieren gehaald. Ik heb broodjes gehaald. Ik had andere broodjes met allemaal. Ik moet hier zien wat Kandel zit daar. Ja, daar dus. Hé? Daar dus. Ja. 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 Met allemaal, nou ja, dat spul dus. Ik weet niet. Meer granenbollen. Dus ja, dat dus. En ik heb ook aan de meisjes gedacht. Want ik heb ook twee pakken koekjes bij me. Ik zal het eventjes daar neerleggen. Ik brood even daar. En ik zet jullie even meer op tafel. Dan kan ik het beter laten zien. Ja, ik zit ook met het licht te harnessen. Ja. Hoppa. Nou ja, ik zei dus brood, dat hebben we, ja, en nog een zak. Dat is brood, is niks voor jou. Nee, is niks voor jou. Is brood. Zo, leg je hier even neer. Eieren.
En dit was het enige nog. En in de aanbieding voor twee nog wat, 20 stuks. Dus daar ben ik wel weer blij mee. 20 eitjes voor twee nog wat. Anders had ik 12 eitjes voor twee nog wat. En nou 20, dan ben ik er even een aantal terug eitjes meer. En dan heb ik deze weer. In plaats van kaas, boter. Nee, het is geen boter, dit is ook een smeerkaas naturel. En dat is hartstikke goedkoop. En de kaas is natuurlijk veel duurder. Ik ben bij de Action geweest. Daar heb ik deze gehaald. En die was ook niet duur. Net zo duur als citronella. Nou, nee, ietsje duurder. Ietsje duurder. Maar dit is Dettol, hè. Dus top. En nog een pak koek voor de meisjes. En dan heb ik nog een andere boender, want werkt dat niet als boender, heb ik hier nog een boender. En dat kan op de steel, de oude boender, heb ik weggegooid. En dan kan die erop. Dan heb ik voor de vaatwasser. Ze hebben die zakken niet meer bij de Action. Ze hadden voorheen hadden ze zakken met dingetjes erin. En ik heb kerstverlichting gekleurde gekocht voor het raam. En ik had, en dat was over de 100, maar dat werkt op batterijtjes. Die heb ik Karen meegegeven, want iedere keer die batterijtjes te verwisselen en te doen, et cetera. Ik denk, bekijk het maar, ik wil op elektrisch. Zo simpel. Ik wil ook buiten eigenlijk nog met de moeder eventjes versieren hoe en wat. Want wat er nou om die pergola heen zit, die gekleurde verlichting, dat werkt op zonne-energie. Maar dat werkt niet. Dat ding, dat doet het niet. Dus dan moet ik weer op een of andere manier eraf zien te halen. Maar deze, die gaat hier voor het raam. Leuk, gezellig, ja. Toen was deze tas ook weer leeg. Ja. Dus, ik kan ook weer opgeruimd worden. Even die naar binnen werken. Hoppa, hoppa. Oh nee, ik moet de andere kant op, denk ik. Ja, ik moet die kant op. Zo. Dubbelt en dan kan die weer opgeruimd worden. En meisje, zit je lekker te eten? Oh nee, die staat te eten, zeg maar. Hè? Ja. Ze staat te eten. Dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga deze ook in de bak doen. De bak is bijna leeg. Ik zit te hannissen weer met mijn kettingen. Het prikt trouwens ergens. En ik weet niet waar het me prikt. Dat is, ja, ik voel het toch. Dat is hard ook. Ik ga dat denk ik eraf slopen. Deze thee. En ik doe er een bandje maken. En dat eraan vast. Anders gaat het zo hangen, hè. Dat is ook niet leuk, nee. Maar oké, ik heb daar koffie staan. Ik ga mijn koffie drinken. Ik ga de boel opruimen. En de meisjes even een koekje geven. En dit in de bak doen. En die kan ook opgeruimd worden. Maar daar kijk ik niet bij, want Elwing die staat ervoor. Dus dat dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En geniet gewoon een beetje mee. En tot later. Doei! Ja, dat moest er ook uit. Ja, dat is een teken dat we naar bed toe gaan. Ja, echt waar. Het is alweer 7 minuten over 2 en ik ben nog weer voor Karin aan het werk geweest. Want, aan de ene kant was het wel goed, maar aan de andere kant niet. Omdat ik het zelf leuk vond, hield ik dingen erin. Maar dat wou zij eruit. Nou ja, het is haar vlog, dus dan eruit, hou. Dat was mijn bureau. Dus dat heb ik eruit gehaald. Maar ze zat via de mobiel mee te luisteren. Dus ze zegt dat kan eruit, dat kan eruit en dat kan eruit. Dus ik iedere keer die stukjes wat zij zei, dat kan eruit. Heb ik eruit gehaald, switchen er weer tussen. Weer aan elkaar gelost. Zoals ik dat dan benoem. En weer op YouTube gezet. En nou is het goed. Dus ja, helemaal toppie.
Wij gaan dus naar bed. En ik zeg dus welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal weer gezond uit jullie bed zien te komen. En ja, gewoon jullie weten dat God die houdt over ons allen de wacht. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!